Heeft Feyenoord, Giovanni, geen moment in de wedstrijd gezeten? Nee, ik denk alleen misschien de eerste 10 minuten, kwartier van de tweede helft. Waarbij je daar aansluitingstreffen maakt en dan hoopt dat je dat door kan zetten. En dan komt natuurlijk snel de 3-1 daarachter aan. Maar ik denk dat we deze wedstrijd verdiend verloren hebben. Hoe komt het? Want je ziet wel heel veel spelers die uit vorm zijn, die zonder vertrouwen spelen. Ja, ja, klopt. Ik denk dat je dat ook de eerste helft ziet. Veel spelers die het niveau niet halen, de vorm niet hebben. Je komt moeilijk aan het voetballen toe. Veel balverlies op eigen helft, waardoor je het PSV makkelijk maakt. Eigenlijk totaal niet in de wedstrijd zit. En je ziet ook de afgelopen weken, als wij niet van start gaan met veel druk, met overtuiging, met duels winnen, dan is het ook moeilijk om in een wedstrijd te groeien. En dat zeker vandaag tegen een team als PSV. Je mist het heilige vuur. Het leek inderdaad echt wel of jullie al met jullie hoofd bij die wedstrijd van woensdag waren. Terwijl er toch 50.000 mensen hier naar het stadion komen om een mooie wedstrijd te zien. En heel Nederland eigenlijk uitkijkt naar een echte topper. Ja, dat was ook de insteek voor de wedstrijd. En alleen dat gebeurt dan niet in de wedstrijd. Je ziet dat gebeuren. Je ziet dat het team moeite heeft en het moeilijk heeft. Met name de eerste helft. En ja, dat zie ik ook. Wat was het tactisch plan? Want je brengt vandaag Amrabat op het middenveld. Speelde ongelukkig. Bottegien stond achterin omdat Van Beek niet kon spelen. Ja. Het zijn spelers die lang niet hebben gespeeld en dat zag je er een beetje aan af. Ja, maar soms moet je. Ik bedoel, Sven viel gisteren af. Dus die kon niet spelen. Nou, Erik erin gebracht. En met name voorin zitten we niet. Hebben niet veel spelers over voor de zijkant. We hebben natuurlijk Sam die geblesseerd is. Bilal is. Is geschorst. Nou, dan heb je het van de week. Vorige week heb je dat opgelost met Jean-Paul. Die ook moeilijk in de wedstrijd zat. En ook in een moeilijke fase zit. Ik moet zeggen dat hij in de tweede helft uitstekend invalt. Jens daardoor naar de rechterkant. Omdat Steven wat last had van zijn bovenbeen. Dus ja, weet je, je komt ook niet aan vastigheid toe. Berghuis gaat er dus af. En Van Beek speelde vandaag niet. Hoe ziet dat eruit in de aanloop naar die belangrijke wedstrijd van woensdag? Dat moeten we afwachten. Met Sven gaat het al beter dan gisteren. Steven moeten we afwachten, maar die is uit voorzorg eruit gegaan. En we zullen morgen dat beoordelen hoe dat voor woensdag ervoor staat. Voor het eerst verliest Feyenoord alle vier de topduels. Zowel bij Ajax wordt er 2 keer verloren, thuis tegen PSV 2 keer. De enorme achterstand van 23 punten. Hoe zorgelijk is het allemaal? Ja, dat is niet goed. Dat is een verschil wat te groot is. Verschil met ten opzichte van vorig seizoen. Een totaal ander seizoen in de competitie dit jaar. En dat mag niet. Wat kan je nu naar woensdag? Want binnen 3 dagen staat echt die belangrijke wedstrijd. Er zal heel veel druk op staan. En ja, jullie spelen gewoon niet goed. Vorige week tegen Heracles door het oog van de naald. Vandaag eigenlijk gewoon afgesminkt. Ja, wat ik zeg, we zitten in een hele moeilijke fase. Woensdag zullen we er moeten staan. Een halve finale thuis, Willem II. Met een winst sta je in die finale met de kans om een prijs te winnen. En daar moeten we voor gaan. Moet je een ploeg oplappen? Heb je net wel gemerkt dat ze aangeslagen zijn? Ja, maar dat is logisch natuurlijk. Als je niet moeilijk in de wedstrijd zit, je verliest een wedstrijd thuis tegen PSV, dan komt dat aan. Ik bedoel, dat is ook topsport. Verlies verwerken en uiteindelijk ervoor zorgen dat je de volgende wedstrijd er weer staat.